Ja, welkom allemaal. Dit is het tweede college van het vak bachelorvak programmeren en correctheid, of programmacorrectheid beter gezegd. We gaan vrolijk verder waar we gebleven waren. De eerste keer heb ik een algemene introductie en motivatie gegeven voor dit vak. En we zijn toen gekomen bij deze slide. We hebben gedefinieerd zogeheten correctheidsspecificaties. Je ziet hier wat heet een hoortribbel, een preconditie en een postconditie. P is een preconditie en Q is een postconditie. En daartussenin, daar staat een statement, ofwel een programma. En we hebben al informeel gezien wat daar de betekenis van is. Heel abstract gesproken specificeert het het input-output gedrag van die statement. En wat specifieker uitgedrukt, staat dit voor het volgende: dat elke berekening van die statement vanuit de begintoestand waarin P geldt, als die statement termineert, dan termineert in een toestand, eindtoestand, waarin Q geldt. Dus dat is een formele specificatie van een statement of dan wel van een programma. We hebben toen de eerste keer gezien, wat kun je daar dan mee doen vervolgens, behalve specificeren, dus wat je programma geacht wordt te doen. Nou, je kunt het ook gebruiken voor testen. Dat wil zeggen, je genereert inputwaarden voor je programmavariabelen van die statement S, zodanig dat die de preconditie P waarmaken. En dan draai je de hap. Dat wil zeggen, je executeert die statement, hè, op een machine, hè, op de virtuele machine, als bijvoorbeeld die statement S een Java-programma is. Nou ja, dan wacht je maar tot die termineert. En als die getermineerd is, dan kijk je in die eindtoestand en dan kijk je of die postconditie geldt. Dat is dus testen. Ja, daarmee kun je dus nooit uitputtend de correctheid van zo'n statement valideren. Want er zijn oneindig veel mogelijke inputwaarden doorgaans en oneindig veel mogelijke berekeningen. Die kun je dus niet allemaal bij langs lopen. Wat we in dit vak laten zien is een andere manier om dit te valideren. Dat is door een dergelijke correctheidsspecificatie te bewijzen, formeel te bewijzen. Precies zoals je in de propositielogica, bijvoorbeeld propositionele formules kunt bewijzen, of in de predicaatlogica, predicaatlogische formules bewijzen, bijvoorbeeld met behulp van het systeem natuurlijke deductie. En zo'n axiomasysteem, zo'n verificatiesysteem, of gezegd bewijssysteem, bestaat uit een stel axioma's en een stel bewijsregels. Die axioma's zullen doorgaans hele evidente waarheden zijn. Hè? Waarheden als een koe, zo gezegd, die je op je boerenverstand wel aanvoelt. Die bewijsregels die zullen doorgaans ook simpel zijn. Hè? Bijvoorbeeld in de logica heb je de modus ponens. Als je als premisse hebt P impliceert Q en je weet volgens dat P het geval is, nou, dan kun je Q afleiden. Het verrassende is dat je met dergelijke eenvoudige axioma's en een eenvoudige bewijsregel toch hele ingewikkelde beweringen vervolgens kunt afleiden. Dus vanuit simpele dingen, door herhaald te toepassen van die bewijsregels op die axioma's, kun je komen tot complexe beweringen. Nou, hetzelfde liedje willen we doen voor dit soort correctheidsspecificaties. Dus wat gaan we doen zometeen? We gaan kijken wat zijn ja, basisaxioma's, wat zijn zeer evidente, ware correctheidsspecificaties en wat zijn geldige bewijsregels. Maar daartoe gaan we eerst kijken van, ja, wat zijn onze statements nu eigenlijk? Hè, want zo'n axiomasysteem, zo'n bewijssysteem is natuurlijk ook afhankelijk van je programmeertaal. Je hebt niet één bewijssysteem voor alle programmeertalen. Dat moet gecustomized in goed Nederlands worden naar de specifieke taal en naar de specifieke taalconstructen. Bijvoorbeeld exception handling in Java vereist speciale bewijsregels en multithreading zal weer een andere soort bewijsregels vereisen en noem maar op. Maar we houden het in dit college simpel.
dit is een introductie tot het redeneren over correctheid van programma's. Nou, dan willen we eerst zien of dat idee van het bewijzen van correctheidsspecificatie, of dat überhaupt wel te doen is. Hè? En dan ga je dus niet kijken naar een ingewikkelde taal als Java, dan ga je naar een zo simpel mogelijk taal, maar wel computationeel expressief genoeg. Hier is een simpel while taal, maar die taal op zich is al Turing compleet. Je kunt er wel alles in coderen. Alleen ja, hogere programmeertalen als Java en dergelijke gooien er nog steeds veel meer andere constructen toe, waardoor het programmeren ja, gestructureerder en beter kan. Nou ja, dat beter, dat is dan nog in de vraag in de praktijk natuurlijk. Maar goed, dit is ons while taaltje. Dit is ook de kern van Java-programma's. De bodies van een methode zijn dit meest voorkomende controlestructuren. Nou, laat ik het rijtje bij je langs gaan. Even opmerken, dit is het formalisme van BNF. Ik neem aan dat jullie dat kennen, grammatica, formele grammatica. Dan zie je hier links, dat is een non-terminal. En dan heb je verschillende grammatica regels die zeggen dat je zo'n non-terminal bijvoorbeeld kan herschrijven tot een terminal hier, skip. Skip is dus een terminal of een identifier. En skip, voegen we toe, vraag me niet waarom, want het doet niks, maar soms is het wel handig om dat in je toolbox te hebben. Dus een basisstatement is een skip statement. Dan hebben we een assignment. We gebruiken hier de kolom is gelijkteken, anders dan in Java dat alleen maar is gelijkteken gebruikt. En dit is de klassieke assignment. Dus wat je doet, je evalueert die rechterkant van dat assignment teken, die expressie T, die evalueer je en dat ken je toe aan wat aan de linkerkant staat. Maar we zullen zo nader ingaan wat nou precies aan de linker en de rechterkant kan staan. Nou, voorts hebben we sequentiële compositie. Dat wil zeggen, doe het een na het andere. Dus S1 moet eerst uitgevoerd worden voordat je met S2 kan beginnen. Dan hebben we de bekende keuzestatement. Hier heb je een boolean conditie. En afhankelijk van die boolean conditie voer je de then-tak uit. De dan-tak. Dus als B waar is, dan executeer je S1 en anders executeer je S2. En dan heb je de beruchte while statement. Die zorgt voor willekeurige iteratie. Want de taal zonder de while statement bijvoorbeeld zou niet Turing compleet zijn. Maar met de while statement is deze taal Turing compleet. Ja, hangt er natuurlijk nog wel even af van wat je onderliggende datastructuur is. Maar we zullen zien, per definitie beperken we ons tot programma's met alleen maar integer variabelen en boolean variabelen. En van de integers nemen we ook nog aan dat we er oneindig veel hebben. We hebben bijvoorbeeld dus niet max int en dergelijke. We hebben dus niet te maken met overflow en ook niet met modulo rekenen. We nemen gewoon aan dat we alle integers tot onze beschikking hebben. Nou, even terugkomen tot die while statement. Dat is dus de bekende iteratie. Zolang B het geval is, voer je de body uit. En je vliegt pas uit de bocht als de boolean guard niet waar is. Nou, een heel simpel voorbeeldje van een drietal assignments in deze volgorde. Hier is x een verondersteld te zijn een integer variabele. Zoals je ziet hebben we hier een statement, maar we hebben niet expliciet een declaratie gedeeld. We zeggen niet, dit zijn onze variabelen en dit zijn de types van die variabelen. In zekere zin is het ongetypeerd, maar we gaan ervan uit dat het type wel duidelijk is van de context. Want we hebben alleen maar integer variabelen en boolean variabelen. Dus dan is de context maakt wel duidelijk wat het is. En een array hier aan de rechterkant van deze assignment, daar staat een wat we noemen een subscripted variable. Je indiceert hier een element, of je duidt hier een element van een array aan.
En je ziet hier aan de index dat die A een eendimensionale array is. En we zullen zo meteen nog iets uitvoeriger ingaan op die arrays. Maar arrays zien we eigenlijk als functies, in dit geval een functie van integers naar integers. Dus zo'n array kan aan elke integer een ander integer toekennen. Of zeg maar, kan oneindig veel integers opslaan. En hier ken je dus aan die variabele x de waarde toe die op de ID-index van die array A staat. Nou ja, en hier, wat doe je hier? Hier pak je het jede element van A en dat ken je aan de ID-element van A toe. En vervolgens, wat doe je hier? Ken je de waarde van x aan aj toe. Als het goed is, zou dit een swap moeten zijn. Als je hier voor ai en aj gewone variabelen neemt, zeg maar i en z, dus geen array variabelen, dan is het wel duidelijk. Maar de vraag met zo'n array, daar gaan we zo meteen verder op in, is ja, deze statement swapt hier ook in het geval van aliasing. Hè? Want bijvoorbeeld i en j kunnen naar dezelfde locatie verwijzen. Dat geldt wel, dit swapt die elementen ook, maar bij arrays moet je altijd oppassen voor aliasing. Maar daar komen we nog uitvoerig op terug. Ik heb even een vraagje, mevrouw. Ja, graag. De sequentiële compositie hier is ambigu. Maakt dat uit? Je kunt namelijk die puntkomma kun je ofwel links groeperen ofwel rechts groeperen. Ja, nee, dat is een goede. Ja, we gaan dus in de syntax, het is ambigu en we gaan er dus vanuit dat het associatief is. Ja? Voor ons maakt het niet uit in welke volgorde die statements staan. En daarom laten we de haakjes weg. Wil je het desambigueren, ja, dan zou je hier inderdaad haakjes moeten neerzetten. Maar dit is verder de enige vorm van ambiguïteit. Want we gebruiken die if-v construct om duidelijk, hè, die v is een delimiter van deze if-then-else en die odd hè, is een delimiter van while. Dan zou ik hier een punt komma achter zetten, ja, dan kan ik het maar op één manier lezen, while dit en dan gevolgd eraan. Zou je die odd weglaten en hier punt komma, ja, dan wordt het ook weer ambigu, want dan weet je niet of S1 gevolgd doordat de body is, dan wel die andere statement de continuïteit is, de continuatie is van die hele while statement. Oh ja, wat S2 in de while, dat noemen we ook wel de while body. Hier S1, ja, noemen we de while body. Ja, ja. Dus deze V en die odd, die zorgen ervoor dat deze statements in een sequentiële context niet ambigu zijn. Maar hier maakt het voor ons niet uit, omdat we het gewoon uitgaan van associativiteit. Dus dat het niet uitmaakt waar die haken staan, omdat de volgorde toch bepaald is. Dit heb ik al genoemd, hè? De types waar we van uitgaan in dit taaltje zijn, we hebben basistypes, dat zijn de integers en de booleans. En zoals ik al zei, dit zijn de mathematische integers. Hè? 0, 1, 2, 3, min 1, min 4 enzovoort. Ja? En dit zijn gewoon de klassieke booleans, true en false. En nogmaals, we hebben geen maxint, we hebben geen overflow en dergelijke. En voor arrays hebben we geen bounds. We hebben niet een array out of bound exceptie. Je kunt zover als je wilt in een array indiceren. En dat wil zeggen dat in abstracto een type van een array een functie is van met als domein ja, het Cartesisch product van deze basistypes. Dus T1 tot en met Tn zijn wederom basistypes. Dus het zijn gewoon integers of booleans. Dus een functie neemt dan een n-tuppel van integers en booleans als argument en lepelt dan ook weer een basistype op, dat wil zeggen een integer en boolean. Ja. Dus die beperking van t1 tot en met tn tot integer boolean betekent dus dat we geen higher order ja, functies hebben, dus ook geen arrays van arrays en dergelijke. Ja. Zijn wat dat betreft platte dingen. Hoewel je met currying natuurlijk wel weer kunt modelleren, maar daar gaan we even niet op in. Dus hier, we zien arrays als eerste orde functies met als argumenten basistypes, dus
argumenten zijn integers dan wel booleans en het resultaat is ook weer een integer of een boolean. Dus wat dat betreft houden we het allemaal simpel. Ja, dus nog even dit. Dus we onderscheiden nu twee soorten variabelen. Dat zijn de simpele variabelen, hè, zoals x, y en z. Die zijn dan van een basistype. Dat is ofwel een integer, dan wel een boolean. Ofwel, we hebben array variabelen. En die zijn dus van een hoger type. Even kijken. Ja, dus hier in deze assignment, dat zullen we zo meteen nog zien, maar die u kan dus een simpele variabele zijn. Hier kan gewoon staan x wordt 0. Ja, dus dan ken je de waarde 0 toe aan de integer variabele x. Maar zoals je hier al ziet, het kan dan ook zo wat we noemen subscripted variable. Of misschien beter Nederlands een geïndiceerde array element. Dat kan hier ook links staan. Maar dat zijn dus de twee mogelijke expressies aan de linkerkant van zo'n assignment. En aan de rechterkant ja, is het een willekeurige expressie. En daar gaan we nu even naar kijken. Ik geef het even snel. Dan heb je even de, zie je weer de touch and feel of zo'n formele grammatica. Want ongetwijfeld zul je dat al ergens in een vak gehad hebben. Ja, hoe je formeel de grammatica van een programmeertaal definieert, hè, zodat je bijvoorbeeld een parser kunt definiëren die een string in je programmeertaal herkent. En vervolgens kan zo'n string van je programmeertaal, dat dan herkend wordt door een compiler, naar machinecode gegenereerd worden. En ja, zo'n parser is allemaal gebaseerd op een formele definitie van die grammatica. En een van de basiselementen in willekeurige programmeertaal zijn de expressies. En hier zie je dan zo'n, wat je ook wel noemt, een inductieve definitie van alle mogelijke expressies. Zo, we nemen aan een vocabulaire bestaande uit constanten en operaties. Je hebt een, eigenlijk noemen we dat hier blijkbaar allemaal constanten. Maar je hebt de constante van een basic type, dat is doorgaans wat je onder constante verstaat, dus dat is 0, 1, 2, en, symbool 0, 1, 2, 3, en verder andere notaties, decimale notaties doorgaans voor de integers, of de booleans, true en false. En daarnaast heb je constanten van een higher type, dus dat zijn dan de operaties. En we veronderstellen ja, willekeurige operaties. Daar leggen we ons niet op vast van. We beperken ons niet tot bepaalde operaties. We kunnen die vrijelijk gebruiken. Dus we hebben hier plus, min, maal en operaties, min, max, div enzovoort. Hele standaard operaties. En dit zijn dus allemaal binaire operaties. Die nemen twee argumenten en labelen één resultaat op. We zullen ook zoals dat de gewoonte is veel van deze operaties de infix notatie gebruiken. Dat gewoon standaard is. Verder hebben we bijvoorbeeld boolean operaties van gelijkheid. Testen of twee integer expressies dezelfde waarde aanduiden. Of bijvoorbeeld de kleiner dan relatie op de integers. En dan hebben we bijvoorbeeld ook nog allemaal de boolean connectieven. Dus negatie en we hebben ook is gelijk voor boolean waarden en verder disjunctie, conjunctie enzovoort. Die allemaal voldoen aan de standaard waarheidstabellen van de propositielogica. Dus dit is de hele mikmak aan constanten en operaties waarvan we mogen uitgaan. Nou, en dan kunnen we dus formeel onze expressies definiëren. En dat gaat dus op deze inductieve wijze. Het basisgeval is een simpele variabele, een variabele van een basic type. Nou, daarvan zeggen we dat is een expressie. Dus elke variabele is een expressie. Elke constante van een basic type, zoals 0, 1, 2 en true en false, is ook een expressie van die type.
En nou heb je de opbouwstap. Als je een stel expressies hebt, S1 tot en met Sn, met als type T1 tot en met Tn, en je hebt dan vervolgens een operatie op, of een constante van deze higher, hogere type, die precies n argumenten meeneemt, precies allemaal van die type, nou dan heb je een nieuwe expressie waarbij je die operatie loslaat op die argumenten. En merk op, in deze inductieve definitie hebben we dus standaard niet de infixnotatie, maar wat dan heet de prefixnotatie. Maar in gebruik, hè, als die op de plus zou zijn, dan schrijven we niet plus 1 en 2, maar dan schrijven we op 1 plus 2. Maar in deze inductieve definitie maken we dus gebruik van de prefixnotatie. Nou, deze clausule is bijna hetzelfde als die, alleen in plaats van een operatie heb je hier een array. Maar dit is eigenlijk bijna hetzelfde, want een array is ook gewoon een ding van een hogere type. Die verwacht een stel n-tal argumenten van type T1 tot en met Tn en lepelt dan een resultaat op van type T. Nou, als ik dan een stel van die expressies heb die matchen wat deze argumenten, wat betreft de types van de argumenten, nou, dan kan ik een nieuwe expressie maken waarbij die A loslaat op S1 tot en met Sn. En eigenlijk, ja, die A die zien we dus als een functie. Dus eigenlijk zou je hier ook gewoon haakje kunnen neerzetten. Want zo interpreteren we die array A als een functie. Maar ja, dit is zo'n beetje de ingeburgerde notatie voor het indiceren van een array element. Dus daarom gebruiken we die haken. Maar je kunt het dus net zo goed lezen als als die parenthesis, die ronde haken. Nou, en dan even zien, wat hebben we hier? Als B een boolean expressie is en S1 en S2 zijn van type T, dan hebben we ook nog een conditionele expressie. Dat is, misschien zit dat al in het repertoire van operaties, maar we vermelden het hier nog even expliciet, omdat we het zo meteen nodig zullen hebben in het axiomatiseren van assignments aan arrays. En daarom is dit wel het apart vermelden waard. Dus we veronderstellen ook dat we dus conditionele expressies hebben, waarbij dus B een boolean expressie is. En als S1 en S2 beide van de type T zijn, dan is deze conditionele expressie ook van de type T. Ik heb een vraagje, Frank. Kunnen arrays ook zelf los voorkomen als een expressie? Nee, dat is een hele interessante. En daar komen we nog op terug. Want zo meteen zullen we laten zien hoe we kunnen redeneren over assignments aan array-elementen. En daarbij zullen we inderdaad alleen maar uitgaan van dit soort expressies. Dus een A kan nooit los voorkomen. Want je kunt inderdaad ook zeggen, een simpele variabele is een expressie. Nou, een array is eigenlijk A, is ook een gewone variabele. Dus waarom zou dat ook niet een expressie zijn? Dat je dus in je taal eigenlijk gewoon functies zelf als expressies hebt. Nou, dat doen we niet omdat de motivatie is omdat dat niet in onze programmeertaal voorkomt. We manipuleren niet in één hap een hele array. Bijvoorbeeld, we hebben niet als boolean conditie, bijvoorbeeld, als array A gelijk is aan B. Want dan zou je zeggen, dan zou je in één klap kunnen zeggen, of de twee functies die weergegeven worden door array A en B gelijk zijn. Nou ja, dat kunnen we niet eens uitrekenen, want in principe moet je dan alle elementen bij langs. En onze functies zijn oneindig, ja, dan zou je dus programmaconstructen hebben die wel voorbij Turing complete zijn. Dus daarom hebben we geen arrays als expressies in de programmeertaal. En ja, we willen eigenlijk in de assertietaal aansluiten bij de programmeertaal in eerste instantie. En daarom laten we die arrays niet los. Die zitten altijd vastgeplakt aan een stel argumenten. Kun je dus alleen maar als expressie gebruiken als je ze toepast op een stel argument. Maar dat is een interessant punt en daar komen we nog wel op terug.
Want het is natuurlijk geen heilig dogma hè, van dat je assertietaal. Dit zijn de expressies van de programmeertaal. En deze expressies zullen ook de basis vormen van de assertietaal. Eigenlijk heb ik dat een beetje, dat onderscheid, nu niet expliciet gemaakt. Want in principe zijn dit de expressies van de programmeertaal. Maar we zullen deze expressies zullen ook de expressies zijn van de assertietaal. En het feit dat dit de expressies zijn van de programmeertaal, wil natuurlijk niet altijd zeggen dat je bijvoorbeeld in die assertietaal niet andere expressies mag gebruiken. Maar misschien kun je wel zeggen van ja, dat het de voorkeur verdient om in je assertietaal zoveel mogelijk bij je programmeertaal aan te sluiten. Dat je niet met allerlei vreemde constructen op de proppen komt die niet in je programmeertaal zitten en die eigenlijk ook niet echt begrepen hoeven te worden door iemand die die programmeertaal kent. Als je dan je programma wilt specificeren, dan heb je het liefst dat je dat kunt doen op basis van de kennis van de programmeertaal. En dat je niet voor de specificatie van je programmeertaal ook nog helemaal apart kennis moet hebben van een of andere construct in je specificatietaal. Want dat bemoeilijkt alleen nog maar het specificeren van correctheid van je programma's. En het is al moeilijk genoeg, dus laten we het vooral niet moeilijker maken dan nodig is. Dus hier komen we nou bij de syntax van assertsies. De assertsies worden dus gebruikt voor de formalisering van pre- en postcondities voor de specificatie van correctheid van statements. Nou, dit is ook een hele simpele standaard definitie van eerste orde predicaatlogica. Hoewel, eerste, dat valt nog even mee, want daar kom ik zo op dit punt. Maar ook weer een inductieve definitie. We duiden assertsies aan met lettertjes P, Q en R, P prime, P1, P2 enzovoort. Nou, het basisgeval is een boolean expressie, zoals dus gedefinieerd in die vorige slide. Ja? Dus elke expressie van het type boolean mag je gewoon gebruiken als een atomaire assertie. Dat is het basisstand. En dan kun je vervolgens complexere assertsies maken door middel van conjunctie, hè, P en Q. Hier zeg ik trouwens wel haken bij, maar dat komt omdat we zo'n P en Q ook kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld, hier heb ik hem niet samen, met een disjunctie. En dan willen we wel direct ook desambigueren. Hè. Als we bijvoorbeeld willen schrijven P en Q of R, ja, dat is ambigu natuurlijk. En dan is het wel cruciaal waar de haken staan. Dus daarom introduceren we wel hier al direct de haken. We hebben negatie, niet P. Nou ja, en verder wat implicatie, dan is slechts dan, whatever. En dan hebben we kwantificatie. En x is hier een variabele. Maar in principe gaan we ervan uit dat dit een simpele variabele is. Dus dat we alleen maar kwantificeren over integers en booleans. Zogeheten eerste orde kwantificatie. Maar ja, je zou in principe in je assertietaal ook best toe kunnen staan dat je kwantificeert over arrays. Dat je kunt zeggen er is een array A. Hè? Dat wil zeggen er is een functie waarvoor P geldt. Bijvoorbeeld er is een functie zodanig dat alle op elke index de waarde groter of gelijk aan 0 is, zou je kunnen zeggen. Weet niet veel wat. Maar dan, dan zit je wel op een heel ander niveau. Dan heb je te maken met een tweede orde predicaatlogica. En dat is veel expressiever, daar kun je veel meer dingen in uitdrukken. Maar ja, het nadeel daarvan is ook dat daarin dingen bewijzen, de notie van wanneer een formule geldig is, wordt daarmee ook veel ingewikkelder. Maar we laten dat een beetje in midden. Soms, we zullen wel voorbeelden zien waarbij het wel handig is om ook hier een tweede orde kwantificatie te gebruiken, toe te staan, bijvoorbeeld kwantificatie over arrays. Mocht je meer willen weten over dat verschil tussen eerste orde en tweede orde, ja, Google maar. Je kunt Wikipedia, tweede orde predicaatlogica, dan vind je wel ook wat basisinformatie daarover. Want ik ga ervan uit dat jullie in eerste instantie primair kennis hebben van de eerste orde predicaatlogica. Maar qua syntax maakt het dus eigenlijk niet veel uit, hè, of hier een x staat of een a. En qua betekenis maakt het ook niet veel uit. Hier zeg je dan, er is een integer en dan zeg je, er is een array waarvoor iets geldt.
Maar nogmaals, bewijstheoretisch maakt het wel een boel uit. Nou, een heel simpel voorbeeld van een assertie. Deze assertie zegt, wat hij zegt moet je eerst even uitleggen wat die RAA is. Dat is hier impliciet, maar je ziet hier al dat die eendimensionaal is. Het domein zijn de integers in het algemeen. En aangezien ik hier het kleine of gelijkteken gebruik, mag je wel veronderstellen dat ook het bereik van die array weer integers zijn. Nou ja, wat zegt dan deze assertie? Die zegt dan dat die array A monotoon stijgend is. Dat willekeurige index AN kleiner of gelijk is aan AN plus 1. Ja, nu zijn we eigenlijk klaar. Hè? Want nu weten we precies hoe onze correctheidsspecificaties eruit zien. We weten wat de syntax is van de pre- en de postcondities. En we weten wat de syntax is van de statements. Wat we nu gaan doen is kijken van... wat we nu gaan doen is een bewijssysteem ontwikkelen voor het afleiden van die correctheidsspecificaties. We hebben dus de syntax van zowel asserties als statements geïntroduceerd. Dus we zijn nu helemaal klaar om te kijken hoe een bewijssysteem eruit zou zien voor het redeneren over die correctheidsspecificaties. Dus moet je even goed voor ogen hebben, hoe ziet zo'n correctheidsspecificatie eruit? Je hebt een paar gezien. Dus preconditie P, een statement S en een postconditie Q. Dus dan moeten we stel axioma's gaan verzinnen en een stel bewijsregels. Nou, zodanig dat we daarmee ook echt uit de voeten kunnen. Dus complexere programma's correct kunnen bewijzen. Nou, hoe doen we dat? Hoe gaan we gewoon uit het raam kijken en dan wachten tot er een axioma voorbij vliegt? Hoe kom je daarop? Ik noemde in het eerste college al Euclides, die de meetkunde in zijn tijd axiomatiseerde. Ja, die kwam met zijn axioma door twee punten in de ruimte gaat precies één lijn. Ja, en nog een paar van die dingen. Ja, waarom die en waarom niet anderen? Dus we zijn evident genoeg, maar misschien zijn er ook nog wel andere evidenten, dat weet ik niet. En, en de vraag is, zijn dit alle evidenten? Heb je niet nog meer nodig? Nou, dat soort overwegingen zijn hier niet echt helemaal, of laat ik het anders zeggen, we kunnen hier systematisch die axioma's gaan verzinnen. Ja? We hoeven niet in de driedimensionale ruimte te kijken om te zien wat evidente waarheden zijn die we eventueel als axioma's kunnen bombarderen. Want we hebben hier bijvoorbeeld een duidelijke syntactische inductieve definitie van onze statements. Dus als je gaat op zoek naar evidente correctheidsspecificatie voor die statements, dan ligt het ook voor de hand dat je kijkt naar eerst de meest simpele statements, assignments. En dan vraag je af, ja, wat is een evidente axioma voor assignments? En vervolgens ga je kijken, oké, stel voor, ik heb een evidente axioma gevonden voor een assignment en voor de skip statement. En dan ga je kijken van hoe je complexe statements opbouwt. En dan heb je sequentiële compositie. En dan ga je afvragen, oké, nu wil ik de correctheidsspecificatie bewijzen voor een sequentiële compositie. Nou, wat moet ik dan weten voor zijn onderdelen, opdat ik die globale specificatie kan afleiden? Dus ja, je hoeft niet wild weg rond te kijken in die oneindige wereld van alle mogelijke statements. Statements hebben duidelijke structuur en het ligt voor de hand dat je het bewijssysteem ontwikkelt aan de hand van die structuur. Kijk, dat doe je ook bijvoorbeeld met de natuurlijke deductie van propositielogica.
Dan ga je in wezen ook kijken naar hoe assertie's of propositionele formules zijn opgebouwd. En voor elke manier om complexe dingen op te bouwen, bijvoorbeeld door middel van conjunctie en disjunctie, voer je aparte regels in. Dus die bewijsregels, die eigenlijk weerspiegelen die voor een groot gedeelte de syntactische structuur van wat je wil bewijzen. En dus ook hier zal het bewijssysteem voor een groot gedeelte de syntactische structuur van onze statements die we correct willen bewijzen, volgen. Nou, hier staat hij dan al, maar zou je hem daar niet staan, zien staan, dan zou je, denk ik, in ieder geval deze zelf wel makkelijk kunnen verzinnen. Dus het basisstatement is een skip statement. Nou, wat is de meest evidente correctheidsspecificatie voor, of axioma, voor een skip? Wat doet een skip in het algemeen? Wat is de essentie van het input-output gedrag van een skip statement? Nou, skip doet niks. Verandert de toestand niet. Dus begintoestand is hetzelfde als de eindtoestand. Dus wat geldt in de begintoestand, moet ook gelden in de eindtoestand. Nou, dat, als je dat even, die intuïtie vertaalt naar zo'n correctheidsspecificatie, ja, dan kom je eigenlijk vanzelf al op dit uit. Wat is een axioma voor een skip? Nou, dat zijn hoortrippels waarbij de pre- en postconditie dezelfde assertie is. Ik moet wel even belangrijk op te merken dat dit eigenlijk een axioma schema is. Dit is niet één axioma, nee, dit is voor elke assertie is dit een axioma. En als je een concreet bewijs gaat doen, dan zul je op de proppen moeten komen met concrete instanties van die axioma's. Dus dan ga je hier, als je zo'n skip-axioma wil gebruiken, of een skip-schema, dan ga je die pre- en postconditie concreet instantiëren. Nou, nu komen we bij de assignment. Ja, dit is wat minder voor de hand liggend. En we willen nou dus ook kijken wat is de essentie van een assignment. Nou, intuïtief, wat doet een assignment? Verandert de toestand. Hè? In dit geval hebben we u wordt t. Dus wat doet hij? Hij kent aan de variabele u de waarde t toe. En in principe de rest van de state wordt niet veranderd. Dus... ja, wat voor een relatie tussen de pre- en postconditie kun je verzinnen die toestandsverandering in zekere zin weerspiegelt? Dat is de vraag. En die vraag hier, die wordt beantwoord op misschien in eerste instantie een beetje tegenintuïtieve wijze. Namelijk van achteren, ik noem dit even de achterkant van de assignment, van achteren naar voren. Eigenlijk de andere kant op dan dat je een assignment executeert. Een assignment executeer je in een gegeven begintoestand, dan voer je hem uit en dan krijg je een eindtoestand. Zoals je hier zit, hier neem ik een willekeurige postconditie en nu, wat ik hier doe, is, dit is een substitutie, laat ik een substitutie los op die postconditie P en dat geeft mij dan een preconditie. Ik ga zo uitleggen wat het idee is van die substitutie, maar het gaat me nou even om aan te geven dat je ziet dat dit een beetje tegenintuïtief is, dat je van achteren naar voren redeneert. Backward reasoning. En niet zoals een assignment uitgevoerd wordt van een begintoestand naar een eindtoestand. Daar komen we later, misschien nog met ook de werkcollege, kunnen we daar nog wat oefeningen over doen voor alternatieven, dus meer een voorwaarts manier van redeneren. Maar laat ik nou proberen uit te leggen wat het idee is van deze preconditie. Dan moet ik eerst uitleggen dat, hier zie je dus weer die assignment staan, maar nu tussen haken. Maar nu betekent die assignment heel wat anders, want nu is het een puur syntactische operatie op die postconditie. Kijk, deze zin. Hier is een assignment, verandert de toestand. En een toestand is een functie die waarden aan de variabele toekent. Ja? En een assignment verandert dus die toestand door de waarde van bepaalde variabelen te veranderen.
Hier daartegen, als ik die assignment plaats tussen haken, dan is het opeens een heel ander ding geworden. Dan is het geworden tot een, wat we noemen, een substitutie. En dat heb je hoogstwaarschijnlijk al gezien bij predicaatlogica. Maar misschien heb je daar andere notaties. Soms wordt ook notatie gebruikt t slash u. Of soms zelfs u slash t. Dat zijn niet altijd standaarden voor. Maar we gebruiken gewoon hier dezelfde assignment teken. En je moet dit lezen als vervang elk voorkomen van u in p door t. Dus het is gewoon puur een syntactische operatie die elk voorkomen van u in p vervangt door t. En het idee is dus dat deze preconditie een preconditie is voor deze assignment die garandeert dat na afloop p geldt. Want dat is de semantiek van zo'n pre-postconditie-specificatie. In willekeurige toestand waarin de preconditie waar is, als je die assignment uitvoert, moet die postconditie gelden. Nou, wat is nou het idee van deze preconditie waarbij je u vervangt door t? Nou, dat is eigenlijk een manier van voorspellen of p na afloop geldt zonder de assignment uit te voeren. In zekere zin virtueel. Nou, hoe kun je dat doen? He, zonder die assignment uit te voeren, voorspellen of P nadien al geldt. Nou, dan gewoon, je kijkt, je weet wat verandert, dat is U. He, U krijgt de waarde van T. Dus waar P praat over U, he, in de preconditie, dat wordt dus eigenlijk T in de postconditie. He, als hier in P U voorkomt, wat is dan de waarde van u? Dat is de waarde van t. Als u hier in p voorkomt, wat is dan de waarde van u? Dat is de initiële waarde van u. De waarde van u in de begintoestand. Maar als ik nou in de begintoestand, in deze preconditie, als ik in de begintoestand deze preconditie evalueer met u vervangen door t, dan is het dus alsof ik p, in plaats van dat die praat over u, dat die praat over t. Ja. Oké, dat ja. Ik hoop dat je daarmee iets van een intuïtie krijgt van waarom dat werkt, die substitutie. Wat het idee erachter is. Maar misschien is het allemaal veel te ingewikkeld zo uitleggen en wordt het allemaal veel duidelijker aan de hand van een simpel voorbeeldje. Neem nou zo'n assignment, x wordt x plus 1. Hè, dus context. Geeft dat x dus een integer variabele is en de hoge x met 1 op. Nou, nu willen we weten wat de preconditie is die garandeert in elk geval dat na afloop van die assignment x gelijk is aan y. Nou, daar kun je dus over nadenken en proberen uit te vogelen wat dat zou kunnen wezen. Maar deze assignment axiom zegt, nou, je hoeft niet na te denken. Wat je moet doen is gewoon hier in dit geval die x in die postconditie gewoon vervangen door deze x plus 1. En elk voorkomen, nou ja, je hebt hier maar één voorkomen. Dus een instantie van deze axioma verkrijg ik door gewoon deze postconditie te nemen en x te vervangen door x plus 1. Nou, dat doe ik daar. En dat is dus... Ja, dan, als het goed is, hè, als deze axioma sound is, dat wil zeggen dat dit inderdaad waar is. Hè, want we willen natuurlijk wel alleen axioma's hebben die waar zijn. Hè, in de zin van de waarheid van zo'n correctheidsspecificatie. Nou ja, in dit geval kun je je daar wel van overtuigen. Hè, want wat zeg je hier? Nou, als voor deze increment het ophogen van x y gelijk is aan x plus 1... He, waarbij hier x dus de oude waarde is van x, he, want dit evalueer je in de begintoestand. Dus je hebt x nog helemaal niet opgehoogd. Maar je wilt wel weten of na die ophoging x gelijk is aan y. Nou, dan moet dus wel, he, voordat je hem ophoogt, weet je dan, wil x gelijk zijn aan y? Ja, dan moet x plus 1 gelijk zijn aan y. Dan weet je dus dat de afloop de nieuwe waarde van x inderdaad gelijk is aan y. Dus op die manier kun je dus eigenlijk gewoon voorspellen of zo'n postconditie geldt door domweg, in dit geval, of in het algemene geval,
deze variabele u in de postconditie te vervangen door t. Heb ik een vraagje over. Want een paar slides terug introduceerde je de existentiële kwantificatie met erin simpele variabelen. Geldt het ook dat je domweg x kan vervangen door t als er in de assertie kwantificatie plaatsvindt? Ja, dat is een goeie. Dat is inderdaad een detail dat ik niet expliciet nog gemaakt heb. Want ik zei hier hier zie je duidelijk, hè, er is domweg x vervangen door x plus 1. X vervangen door x plus 1. En hier had ik dat gegeneraliseerd door te zeggen van ja, van elk voorkomt van u door t. Maar wat je moet oppassen, wat niet mag. En daar is misschien wel, daar zullen we ook uit het werkcollege oefeningen in doen. Of daar zullen we daar iets uitgebreider op ingaan. Wat niet mag, is dat als je ergens op een plek u vervangt door t, kijk, in t mogen variabelen voorkomen. En die variabelen, dat zijn vrije variabelen, hè, want t bevat geen kwantificatie. T kan bijvoorbeeld zijn x plus 1, hè, zoals hier, x plus 1. Maar als ik dan u vervang door t, dan mag die x niet in de scope van een quantifier van p voorkomen. Dat mag niet. En in het werkcollege zullen we wel laten zien dat, stel je voor dat ik, ach, die logici die maken onnodig allerlei restricties over hun substitutie, zou mijn worst wezen, ik hou me daar niet aan. Nou, in het werkcollege kun je, ik heb wel opgave van laat zien dat als je niet aan die conditie voldoet, hè, dus dat je gewoon toestaat dat variabelen in t na substitutie gebonden raken in p, dus vallen in de scope van een gekwantificeerde variabele in p, dat je daarmee een instanties van het assignment axioma krijgt die gewoon niet waar zijn. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet. Ja, elke instantie van dit axioma, dat moet gewoon waar zijn. Je kunt jezelf ervan overtuigen dat die restrictie, hè, dat die variabelen niet gebonden mogen worden naar substitutie, dat je je daaraan moet houden. Dat betekent trouwens niet dat je met je handen in je haar hoeft te zitten, mocht dat gebeuren. Stel bijvoorbeeld t bevat een variabele x die hier gekwantificeerd wordt en na substitutie zou die deze variabele gebonden worden. Ja, wat je dan moet doen, is die gebonden variabelen herbenoemen. Je moet dan een alfabetische variant van deze p introduceren. Dat wil zeggen, het maakt niet uit wat de namen zijn van de gebonden variabelen. Er is een ding, er is een x, hupplepup, is hetzelfde als er is een y, hupplepup. Als ik in hupplepup x vervang door elke vrij voorkomen van x vervang door y. He? Dus of ik zeg er is een x hupplepup of er is een y hupplepup, dat maakt niet uit. Dus mocht het zo zijn dat die variabele x hier gebonden raakt, he? Dat hier een er is een x staat, nou ja, dan moet je gewoon die er is een x hier herbenoemen tot de er is een y. En dan kun je die substitutie wel toepassen. Dus die substitutie moet je altijd kunnen toepassen, maar soms moet je een alfabetische variant van die postconditie nemen om te voldoen aan die restrictie van de substitutie. Oké, maar nu komen we bij assignments aan arrays. Want hier heb ik je dus een instantie laten zien van het assignment axioma. En dat betreft een assignment aan een simpele variabele. Maar hoe zit het nou als bijvoorbeeld die u een geïndiceerde array variabele is? Bijvoorbeeld ai wordt 0 of zoiets. Wat betekent dan die substitutie? Betekent dat dan dat ik elk voorkomen van a 0, hè, a tussen haken 0, dus het nulde element van a, moet ik dan elke x voorkomen van a 0 in p vervangen door t? Nee, dat werkt niet. Waarom werkt dat niet? Dat werkt niet omdat je daarmee niet recht doet aan mogelijke aliases.
als ik zeg A0 wordt 1 bijvoorbeeld, hè, ik zet het nulde element van A zet ik op 1. En stel ik praat in B over jede element, ik zeg bijvoorbeeld jede element van A is 0. Hè, wat zei ik nou? Ik zet het nulde element van A zet ik op 0. En stel ik neem als postconditie van P dat jede element staat op 1, is gelijk aan 1. Nou, zou ik letterlijk in deze postconditie op zoek gaan naar voorkomens van A0? Ja, die zijn er niet, hè, want er komt alleen AJ voor. Dus dan zou die substitutie helemaal geen effect hebben. En dan zou als preconditie zou ik hebben AJ is 1. Moet je even goed nadenken, is dat inderdaad een preconditie die garandeert dat na A0 zetten op 0 geldt AJ is 1? Nee, dat geldt niet. Want als J gelijk is aan 0, dan weet je, J is een variabele. Dus die A die kan verwijzen naar een willekeurige index, maar ik kan ook verwijzen naar 0 zelf. Dus als j gelijk is aan 0, ja, dan geldt natuurlijk niet als ik a0 op 0 zet, dat na afloop a0 is gelijk aan 1. Dus letterlijk in geval van reassignments de linkerkant vervangen door t, ja, dat geeft ook aanleiding tot instanties van het assignment axioma die gewoon niet geldig zijn. Want ik neem niet mee in die letterlijke substitutie wat mogelijke aliasen zijn. He, zoals bijvoorbeeld de expressie AJ. Zo, ja, hoe doen we dat? Nou, er zijn twee manieren. We gaan deze manier in eerste instantie behandelen. Dat wil zeggen, dit is een manier die in de context blijft van de assertietaal. En dan kom ik even terug op Hans Dieters vraag van, ja, kun je die arrays niet ook als expressie zelf meenemen? Misschien kun je daar zelf over nadenken. Maar als je dat zou toestaan, dan zou je ook nog op een andere manier array assignments kunnen modelleren. Zelfs als letterlijke substitutie. Dus dit is even een interessante uitdaging. Ik herhaal nog even. Ik geef hier een aanpassing van de notie van de substitutie die aliasing meeneemt in de context van onze assertietaal, waarbij we alleen arrays zo mogen gebruiken. Een array staat niet los. We mogen alleen toepassen op een argument. Maar zou je bijvoorbeeld ook toestaan dat arrays zelf expressies zijn? Dat is mijn bewering. Dan kun je een alternatief zinnen voor dit assignment axioma, waarbij de substitutie inderdaad gewoon weer letterlijke substitutie is. Maar dat gaan we hier dus niet doen. Dit wordt nou geen letterlijke substitutie. Even kijken, wat gaan we hier doen? Ja, dit is nu een instantie van het assignment axioma. Gewoon letterlijk opgeschreven, hè? Ik heb hier postconditie die zegt dat A op het i-de element staat op 1. I is dus een integer variabele, kan de waarde 0, 1, 2, 3, weet ik veel wat hebben. Dat hangt af van de toestand. En hier zet ik ax op 0. En wederom, wat de waarde van x is, hangt af van de begintoestand. Wat de waarde van i is, houdt ook af van de begintoestand, want je ziet in het programma verandert de waarde van i niet. Wat alleen verandert is de inhoud van die array. Ja, want die zet ik op het x element, zet ik hem op 0. Nou, volgens het assignment axioma krijg ik dus een preconditie door deze assignment als substitutie los te laten op die postconditie. Maar we hebben al gezien, al beredeneerd, dat kan geen letterlijke substitutie zijn. Nou, nu laat ik stap voor stap zien hoe je een soort met contextuele analyse kan doen van deze postconditie
zodanig dat je mogelijke aliases van deze expressie op zoek gaat. En die vervolgens herschrijft. Dus je gaat niet letterlijk kijken naar alle voorkomens van AX in de postconditie. Nee, je kijkt naar alle mogelijke aliases. Nou, hier is er maar eentje. We hebben een simpel voorbeeld gegeven. Hier is er maar één, dat is AI. Dat is een mogelijke alias. Nou, en dan gaan we zien wat we dat daarmee gaan doen. Want die gaan we namelijk ook vervangen. He, want ik zei al, AI, wat is de waarde van AI na afloop? Ja, dat hangt natuurlijk af. Of als I gelijk is aan X, dan is de waarde van AI na afloop van deze assignment is natuurlijk 0. Ja, en als I ongelijk is aan X, wat is dan de waarde van deze expressie? Nou, dat is gewoon zijn oude waarde, AI. Nou, dus je ziet, je krijgt een gevalsonderscheid. Je moet een keuze maken tussen of je een geval onderscheiden van of I is gelijk aan X, en dan is de waarde van deze expressie dus 0, of I is ongelijk aan X, en dan is de waarde van deze expressie gewoon de oude waarde, want I verandert niet. Nou, dat nemen we mee in deze formele definitie. En dat laat ik gewoon al stap voor stap zien hoe je zo'n substitutie definieert. Dat doe je ook weer met inductie. Want zoals ik al zei, substitutie betekent iets vervangen door iets anders in een string. Ja, dat is mooi gezegd, maar zou je dat bijvoorbeeld willen implementeren? Je hebt een parser voor je taal en je kunt een string herkennen. En vervolgens ga je een substitutie implementeren die een bepaalde substring in die string vervangt. Ja, hoe definieer je dat? Nou, niet lukraak voor willekeurige string. Dat ga je dan ook weer doen naar opbouw van die string. Die string heeft een bepaalde structuur. Hè? Want deze string hier, dat is een assertie. En die inductieve definitie van de substitutie, die volgt de structuur van die assertie. Zoals hier, hè, hebben we dus, laten we die substitutie los op een gelijkheid. AI is gelijk aan 1. Dus hè, als je kijkt hè, naar de parse tree hè, van deze assertie, dan zie je, dit is een basic assertie. En dan zie je op de topnoot, zie je een is gelijk teken. Nou, wat die substitutie dan doet, die ziet dat. Die ziet, dus een isgelijkteken. Nou, daar doe ik niks mee. Daar heb ik niks mee te schaften. Ik ga doorfietsen naar de argumenten. Ja? Dus deze substitutie loslaten op een isgelijkteken betekent gewoon die substitutie loslaten op zijn argumenten. Ja, dat laat ik hier zien. Ja? Dus dit is stap 1. Ja, ik laat deze substitutie los op dit argument. Dat zie je hier. En hier laat ik hem los op dat argument, op 1. Nou, dit is heel makkelijk, ja, want dit is 1 is een constante. Nou, deze substitutie die gaat op zoek naar aliases van AX. Nou, 1 is geen alias van AX, dat is gewoon een constante. Dus die blijft onveranderd. Ja. Nou, hier komt die substitutie in actie. Want die ziet nou een expressie. Die expressie kan ook weer een willekeurig complex ding zijn. Dus die heeft ook weer een hele parse tree met op top niveau zijn een of andere operatie. Maar in dit geval is het dus een array A. Hè? Als je de parse tree ziet, dan zie je de topnoot en hij ziet A, dat is een A. En nou is hij gewaarschuwd, want nou weet hij van nu heb ik te maken met een mogelijke alias. Nou, wat hij dan vervolgens doet, is testen. Hij laat nou die substitutie weer los op dit argument. En dat is belangrijk, daar zullen we ook wel voorbeelden van doen. Dat, dit is plat. In de zin van, ik indiceer hier een element van die array A met gewoon een simpele variabele. Maar hier kan ook weer A nog wat staan. Nou, ik kan helemaal een nesting maken van applicaties van die array A. En dat betekent ook dat deze stap neemt dat mee. Kijk, hij weet nog niet dat dit een simpele ei is. Dat moet hij nog ontdekken. Dus daarom pas ik die substitutie hierop toe. Pas in de volgende stap gaat hij ontdekken wat dat eigenlijk is. Maar het zou ook weer een index van een array kunnen zijn. En dan begint dat hele lieve verhaal weer van voren af aan.
Maar dus hij weet nog niet wat dit is, dus ik pas die substitutie toe op i. Even kijken, waar zijn we? Oh ja, en dan doen we dat gevalsonderscheid. Hè? Dus dan gaan we kijken of het resultaat, hè, als deze expressie na deze substitutie gelijk is aan x, ja, dan hebben we te maken met een Elias. Hè, het is dus zo dat als die waarde van deze index na die assignment gelijk is aan x, dan moet die een 0 opleveren. Het moet dus na zijn. Dus vandaar dat je dus die substitutie hier nog op toepast. Maar nogmaals, je hebt hier alleen maar te maken met een simpele variabele. Maar goed, dus als de waarde van deze expressie na afloop van deze assignment gelijk is aan x, zo moet je dat lezen, dan moet je dus 0 opleveren, want dan weet je dat was een Elias. En anders, ja, is het gewoon deze expressie zelf met die substitutie losgelaten op zijn argument. Nogmaals, ik weet nog niet waar dit. Hè, die substitutie moet nog ontdekken wat hij hier nou tegenkomt. Ja, hij is nou dieper in de boom gezakt. Maar, en hij heeft vervolgens deze conditionele expressie opgelepeld. Je ziet nou dat je opeens een conditionele expressie genereert. Ja, want deze expressie AI wordt omgezet in deze conditionele expressie, waarvan beweerd wordt dat die gelijk is aan 1. Hè? Dus nu gaan we verder. Ik ben nog niet klaar. Dus nou ontdekt deze substitutie. Die zit nou, ah, dit is een meest simpele expressie. Dit is gewoon een variabele. Nou, en een variabele zelf kan nooit een alias zijn van deze expressie. Dus die wordt niet veranderd door die substitutie. Dus die blijft ongemoeid, net zo goed als die constante. Dus dan staat hier i is gelijk aan x. Dus als i gelijk is aan x, dan 0. En anders, ja, hier weer, hè, eigenlijk zie je hier een sharing, hè, van argumenten. Als je dit efficiënt wil implementeren, dan zul je daar natuurlijk ook gebruik van maken. Want dan moet je eigenlijk twee verschillende berekeningen doen. Hè, dit is typisch zo'n optimalisatie in functioneel programmeren, waarmee je gebruik maakt van sharing van sub-expressies. Maar goed, dat is even terzijde. Maar hier zie je dus ook weer van, hier laat je ziet die substitutie, ah, dit is een i. Het kan nooit een alias zijn van ax, dus het blijft ongemoeid, dus ik krijg ai. Dus, wat is het resultaat? En dit is dus een mechanisch proces, hè? Dit kun je helemaal uitprogrammeren op, je zou er een programmeeropdracht van kunnen maken, schrijf een parser voor deze assertietaal en bijvoorbeeld in Java, gebruik maken van, maakt mij niet uit, een of andere parser in Java, zodanig dat je met een invoerfile zo'n string kan lezen, plus een substitutie en voer dan die substitutie uit op die invoerstring. Nou, dan zul je dit, als je dat handig doet in ieder geval, dan zul je, nou, kan bijna niet anders dan dat je dat op deze inductieve manier definieert. Je definieert dan die substitutie als een functie die werkt op je invoerstring en dan gaat die in zekere zin eerst parsen en dan vervolgens in dit geval zo'n conditionele expressie genereren. Oké, laten we nou zien, wat hebben we nu eigenlijk? Ja? Want nogmaals, die kun je dus mechaniseren, gewoon implementeren. Maar ja, vroeg of laat moeten we toch wel even weten van wat er nou eigenlijk staat. En ja, dit lijkt een beetje complex, want het is sowieso zo'n if then else als argument in een gelijkheid. En in het algemeen, zoals ik al een beetje aangaf, kan deze substitutie ook nog geneste conditionele expressies genereren. Daar zullen we wel opgave over doen. Nou, dan wordt het al helemaal voor ons lastig om te lezen wat dat betekent. Maar in principe krijg je dit dus opgelepeld als preconditie. Maar ja, dat is een beetje lastig lezen.
Zo'n conditionele expressie, ik herhaal maar in de context van deze gelijkheid. Maar intuïtief kun je hem natuurlijk herschrijven. Hè? Want je hebt twee mogelijkheden. Y is gelijk aan x of y is ongelijk aan x. Nou, als y gelijk aan x zou zijn, dan is de waarde van deze conditionele expressie 0. En die zou dan gelijk moeten zijn aan 1. Dus als y gelijk is aan x, dan moet 0 gelijk zijn aan 1. Nou, in de standaard rekenkunde is dat niet het geval. Ja? 0 is niet gelijk aan 1. Met andere woorden, y kan niet gelijk zijn aan 1. Y kan niet gelijk zijn aan x. Dus we weten dat y ongelijk aan x moet zijn. En, wat dan? Ja, als y ongelijk is aan x, dan is de waarde van deze conditionele expressie ay. Maar die ay moet dan vervolgens gelijk zijn aan 1. Dus op deze manier heb ik het beredeneerd dat ik deze gelijkheid ook kan herschrijven, herformuleren tot een meer inzichtelijke bewering. Namelijk, y is ongelijk aan x en ay is gelijk aan 1. Y is ongelijk aan x en ay is gelijk aan 1. Nou, dat leest stukken makkelijker dan dit. Maar het is ook heel makkelijk om zo'n conditionele expressie, kun je eigenlijk zelf ook weer mechanisch wegschrijven. Dat zou je ook kunnen doen, maar nu hebben we dat gewoon zo beredeneerd. En inderdaad, dat klopt, hè? Dat hadden we al van tevoren bedacht. Dat wil AI gelijk zijn aan 1, na afloop van deze assignment, ja, dan moet wel AI ongelijk zijn aan x en inderdaad ook AI gelijk zijn aan 1 natuurlijk. En dat krijgen we er toch mooi, in zekere zin mechanisch uit, zonder na te denken. Dus dit is de substitutie voor array assignments. Dus even samenvattend voor substitutie waarbij ik een assignment heb aan een simpele variabele, dan is het gewoon letterlijk substitutie, hè? Zoals je dus hier zag. He, vervang x door x plus 1, maar in het geval van een array assignment, ja, moet je een contextuele, wat ik maar even mooi noem, een contextuele analyse doen. Je moet op zoek gaan naar mogelijke aliases en die herschrijf je tot conditionele expressies. Dat is heel in het algemeen gezegd de truc van dit. Dus op die manier ben je in staat om toch een algemeen axioma te hebben voor zowel assignments als simpele variabelen als array variabelen. Oké, dit is weer even een natuurlijk moment om te pauzeren.